Als oud-trainer van AZ had de wedstrijd van afgelopen zaterdag een bijzonder tintje voor Dick Advocaat. Dat was niet anders voor Joris van Overeem. De middenvelder van FC Utrecht kwam afgelopen zomer namelijk over van de ploeg uit Alkmaar. En dus trof hij zaterdag een aantal bekende gezichten. Ja, wel bijzonder op het begin. Tijdens de wedstrijd niet echt, maar de aanloop naartoe is wel wat anders natuurlijk. Maar ja, ik denk dat het heeft weinig invloed gehad. Het mooie was wel dat je in die mixon zo vlak voor de opkomst toch de nodige knuffels gaf. Ja, inderdaad. Ja, lang mee gespeeld natuurlijk. Dus, die groet je even. Dat was eigenlijk het eerste moment dat ik ze zag. Voor de wedstrijd had ik ze niet gezien. Dus, is wel leuk. Eerste aanval van AZ. Met meteen de goal! Ja, inderdaad. Ja, ik snap het eigenlijk niet dat ze zo uit de kleedkamer komen. Is vrij... Ja, is dramatisch eigenlijk. Emanuelsson, bedoeld voor Van Overeem. Prachtige paas, Urbi Emanuelsson. En dan herpak je daarna wel redelijk. Maar voetballend denk ik dat we geen moment in de wedstrijd zijn gekomen. Het was vooral hard werken, verdedigen en hopen op een uitbraakje. Goeie actie, Kerk. En daar, goal! Slecht uitverdedigd, Van Overeem met de kans en de bal gaat maar net naast. Ben jij dan ook iemand die nog echt die patronen van AZ herkent? Ja, ik moet zeggen dat ik wel een paar keer de teruggetrokken voorzetten uit heb gehaald. Die komt vaak terug bij ze. Had ik ook verteld in de voorbespreking, maar die had ik een paar keer uit. Kleiber, ja, ziet de ruimte, kan er langs, heeft snelheid. Kleiber, Kerk en eigen goal. 2-1 FC Utrecht. Hoe gek is het dat je voetballend gezien een hele vervelende wedstrijd hebt gespeeld, maar toch met 3 punten staat? Ja, wel gemengde gevoelens. Ook na de wedstrijd, als je die jongens, als we elkaar spreken, het is toch, we zijn niet tevreden over hoe het ging, maar de punten hebben we hard nodig, dus dat is top. Is dit bonuspunten met hoofdletter B? 2 bonuspunten denk ik, ja.